Tim van Vliet bij mij aan tafel van And My Dice. Dat klopt. Ja. And My Dice, een metalband uit Rotterdam. Ook weer vet cool. Oké, okay, And My Dice. Want? Wat betekent dat? Ja. Dice dobbelstenen en verder. Heel erg uit de buurt, ja. Het is gewoon een grappig verhaal, want wij zijn deze band begonnen ongeveer 10 jaar geleden, denk ik. Op de middelbare school, toen we in de 3e, 4e klas zaten. Toen waren we allemaal met broekjes, met echt lang haar en de echte bandshirts. Want nu ben je al hoe oud, Tim? Ik ben nu 26. Ja, precies. Nee, je bent al lang geen broekje meer. Nee, je bent nu bij de grote mensen. Ja? Bij de grote mensen, ja, ja. Zeker. Niels is onze frontman, die waren op Facebook aan het bespreken. Joh, we hebben een keer gejamd. Hoe gaan wij nu onze band noemen? Want ja, we zijn nu een band. En toen kwam een van onze klasgenoten. Ja, precies. Een van onze klasgenoten kwam langs. Iemand genaamd Annemijn Dijs. En die zei: noem het naar mij, noem het de Annemijntjes. En zo doen de And My Dice, Annemijn Dijs. En het grappige is eigenlijk dat zij bekender is dan wij. Want zij doet inmiddels modellenwerk in Tokio en Spanje en weet ik veel waar allemaal. En wij zitten lekker in Nederland te toeren en weet ik veel wat. En je kan niet een beetje meer meeliften op haar commerciële succes? We moeten het een keer proberen. Je moet wel even bellen weer. Yo, en we need you. Ja, ja precies. Ja, ja. De website Even een shirtje van ons aan en een fotoshoot. Dat lijkt ons top. Maar, ja. Dat lijkt mij ook top. Ja. Dat moet Anne doen. Hey, en wat is er gebeurd? Dan tussen de hoe zijn jullie verder ontwikkeld van de middelbare school? We zijn heel erg ontwikkeld. In de garage van je vader naar. Ja, in mijn kinderkamer, om het zo te noemen, inderdaad. Lekker voor de buren ook. Lekker voor de buren, die waren gelukkig tolerant, dus dat hielp mee. We hebben een CD uitgebracht, we hebben recentelijk een EP uitgebracht, we hebben een tour gedaan door Oost-Europa. We zijn heel veel in Nederland ook bezig om naam te maken. Even kijken naar jullie. Dat zijn wij, ja. Dat zijn wij met z'n vieren. Je ziet het eigenlijk, is het een beetje een Backstreet Boys vibe, hè? Vind je niet? Ja, nee, heel erg, ja. Ja, nee, ik voelde dat meteen. Ja. We zijn echt flink aan de weg aan het timmeren. En binnenkort hopelijk snel nieuw materiaal. Dat staat wel echt op de planning, ja. Jullie waren heel hard aan de weg aan het timmeren. En nu timmer je... Nog steeds aan de weg, maar minder... Ik wou zeggen, nu verbouw je even je huis of zo. Wat is er allemaal veranderd voor jullie? Op de korte termijn merken we dat... Ja, we hadden een tour staan met onder andere andere local bands zoals Kick Me Out en Crazed. Je kent ze niet. Ik ken ze niet. Jij niet. Als je in de metal ken je ze waarschijnlijk allemaal. Ja, tuurlijk. Die optredens zijn allemaal geannuleerd, allemaal gecanceld. Dat doet gewoon pijn. We hadden daar heel veel zin in. Dat is ook natuurlijk een bron van inkomsten voor ons. Helaas gaat niet door. Leef je hiervan of heb je nog iets on the side? Of? We zijn echt een local band, dus we zijn nog niet aan het echte clubniveau toe. We spelen vooral in muziekcafés, kleine zaaltjes. Dat soort Hebt nog andere inkomsten om op terug te vallen? Ja, zeker. Persoonlijk wel. Maar als band is het, zeker als je in dit stadium zit, haal je gewoon heel veel uit die optredens. Ja. Je bent eigenlijk aan het sparen tot je weer de studio in kan of tot je weer een clip kan uitbrengen. Ja. En ja, nu staat dat sparen gewoon stil, maar tegelijkertijd moeten we wel nog de oefenruimte en de opslag betalen en et cetera. Ja. En natuurlijk is het heel jammer dat we onze muziek en onze boodschap kunnen we niet delen op deze manier. En wat is jullie boodschap dan? Onze boodschap is onze liedjes gaan over van alles en nog wat. Maar het zijn denk ik hele relevante onderwerpen. Het milieu, maar ook de psyche van de mens en de liefde. In die zin ook weer natuurlijk de Backstreet Boys. Hè? Dat het kazige komt er weer uit. Vooral ook een beetje de sympathie voor andere mensen en voor de wereld. Dat is wel echt een van onze grote boodschappen. Wat we nu aan het doen zijn is eigenlijk vooral bedenken van wat voor een identiteit hebben wij. Wat willen wij echt gaan uitdragen? Wat voor stijl willen we neerzetten? En dat is nu het uitgelezen moment. Gelukkig is de techniek ook zover dat we thuis het een en ander kunnen opnemen en mixen. Dat is het uitgelezen moment. Maar ja, het doet wel heel veel pijn dat je niet voor mensen kan spelen, want daar hou je gewoon heel veel energie uit. Maar je gebruikt eigenlijk deze verplichte pauze voor reflectie, vernieuwing. Je moet het in je voordeel gebruiken. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Waarom ben jij hier? Waarom vind jij deze virtuele manifestatie, demonstratie, Malieveld, actie zo belangrijk? Ten eerste omdat wij weer willen spelen. Wij willen gewoon onze boodschap uitbrengen en uitdragen. Maar ook een beetje voor de lokale scene. Want er zijn heel veel lokale bands en heel veel lokale zaaltjes en poppodia die nu stilstaan en nu echt
moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden. En het is ook in ons belang dat die zaaltjes open blijven en dat die bands blijven staan. Want ja, met je netwerk, zonder je netwerk kom je nergens. Je maakt vrienden op de weg. En ja, het wordt een heel grimmig vooruitzicht als wij straks heel lang niet kunnen spelen. Omdat mensen, omdat zaaltjes bijvoorbeeld zeggen van nou, we willen wat meer mainstream muziek die toch wat meer publiek trekken dan ja, M.I. Dice. Ah, daar ben je bang voor? Daar ben ik een beetje bang voor, ja. Ja, 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 ja. Dan vragen we eerst die Backstreet Boys. Dan vragen we de echte Backstreet Boys. Ja, ja, want dan hebben we die zaal vol en dan kunnen we ook wat terugverdienen. Ja, precies. Ja, ja, dat snap is wel ik. Een beetje een angstpuntje. Ja. Ja, snap ik. Zeker. Dus ja, dit is heel belangrijk voor ons. We proberen echt ons best te doen om er zoveel mogelijk uit te halen. Maar ja, we willen ook gewoon spelen. Ik bedoel, dus we hebben ook een droom om op zo'n podium te staan. En daarom ben ik ook voor iedereen, ja, support your locals. Zeker op dit moment, zoek bands op uit de omgeving die je nog niet kent. Ga die nummers luisteren, support de scene, koop een shirtje, koop een cd'tje. Check ze op internet. Ja. En ja, ik zou zeggen, geef vooral ook metal nog een kantje. Kijk. Als je er niet echt gewend bent. Kijk, hey, jij gaat hier tekenen. Ja. Voor hoeveel mensen? Voor Emma Dice, maar ook namens de hele local scene. En dat zijn dan heel veel mensen. Heel veel mensen. Maar je moet een getal gaan opschrijven. Wij gaan een getal bijtellen voor jou. Oké, dan doen we 4, want voor de hele band, daar houden we het op. Plus 4. Goed, ja. Dankjewel. En om jou vast het goede voorbeeld te laten geven, heb ik een EP'tje voor jou. En my dice. Laat ons weten. Ik ga, als ik terug zit in de auto, ga ik dit keihard aanzetten. Dat hoop ik, ja. Dat zeker. Nee, ga ik zeker doen. Onwijs bedankt. Geen probleem. We komen op 601.312 handtekeningen.